De Centrale Bank van Suriname zal twee grotere biljetten met hogere waarden toevoegen aan de bestaande biljetten. Het gaat bij deze om een biljet van 200 SRD en een biljet van 500 SRD. Deze informatie werd vandaag gegeven tijdens een persconferentie. Lucien Nijman, coördinator bankbedrijf en bankaire zaken van de CBVS, legt uit waarom het noodzakelijk is om grotere coupures in omloop te brengen. De noodzaak is ontstaan uit macro-economische ontwikkelingen die we in de achter ons liggende periode hebben gehad. Ik denk dat de directeur daarover later meer zal vertellen. Die inflatie die we hebben gehad de afgelopen jaren, u bent er zeker bekend mee. De geldontwaarding, dan refereer ik naar de ontwikkelingen in onze wisselkoers vanaf de SRD tot nu toe. De vraag naar gataal geld. En die vraag, het loopt voor een groot deel via ATM's, u weet het zelf. En die vraag is zodanig dat u zelf merkt dat de ATM's of leeg zijn of het zijn lange rijen. En natuurlijk, die circulatie die er nu is, die vereist zoveel arbeid bij de verwerking van de biljetten wanneer ze worden ingenomen door de banken of door de centrale bank zelf. De toevoeging van de grotere coupures zal niet zonder slag of stoot gaan. En, zegt Nijman, om geld te drukken is er geld nodig. Nijman gaat in op de voordelen van de grotere biljetten. De toevoeging van deze twee biljetten zal zeker een bepaalde impact hebben. En dan denken we aan een stukje efficiëntie die het teweeg zal brengen. Afwikkeling van transacties zal efficiënter kunnen, niet alleen vanwege de banken, maar ook vanwege het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven kan met minder bankbiljetten de transacties afwikkelen. We lopen dan niet meer met stapels geld, hoewel de overige coupures in circulatie blijven. Ja. En natuurlijk minder transportvolume en besparing van kluisruimte. Het levert ook een zekere mate van gemak. Snellere afwikkeling van de transacties bij geldautomaten. U kent die machines, ze tellen langer. En met de iets grotere coupures zal het waarschijnlijk efficiënter gaan. Sneller afwikkeling van transacties. De grotere biljetten met een hogere waarde worden in het eerste kwartaal van 2024 verwacht. De Centrale Bank van Suriname probeert met deze informatie te voorkomen dat er ruis ontstaat in de samenleving en drukt een ieder op het hart de officiële berichtgeving af te wachten.